13 april 1963 spelen de Rolling Stones in de voorstad van Londen in de Crawdaddy Club. Ze spelen een mix van rhythm and blues en rock and roll met een frontman die zingt en beweegt op een manier die nog niet eerder is vertoond. De zaal is vol en tussen het publiek staan vier jonge mannen in identieke zwart leren jassen aandachtig te kijken. Ze worden herkend vanaf het podium door Bill Wyman. Shit, denkt hij bij zichzelf, that's the Beatles. Het verhaal kun je terugvinden in het boekje John, Paul, Keith en Mick van journalist Flip Vuijsje. Ja, Max de Rooij zal ook nog wel herinneringen hebben aan de Rolling Stones. Goed, die zondag in de Crawdaddy Club. Ja, die zagen dus de Stones toen voor het eerst aan het werk, hè? Want daar gaat je boek over, over de banden die er waren tussen de Beatles en de Stones. Wat vonden ze er eigenlijk van, die Beatles, die daar in het publiek stonden met die overjassen? Ze vonden het heel erg goed en ze waren ook een beetje jaloers, want zij waren toen al... een beetje aan het doorbreken. En dat betekende ook dat ze zich netter moesten gaan gedragen dan ze gewend waren om te doen. Want het imago van de Beatles is aan de vooravond van hun doorbraak heel erg bijgesteld door hun manager, Brian Epstein. Die vond dat ze zich maar eens netjes moesten aankleden en niet lang op het podium moesten eten en praten en spugen en meisjes versieren op de eerste rij. Dat ze zich eigenlijk meer als ideale schoonzonen moesten gaan gebruiken. Terwijl de Rolling Stones, die toen nog niet beroemd waren, dat allemaal nog niet hoefde te doen. Dus die konden zich nog op een wat meer authentieke manier gedragen, zoals de Beatles dus dat zelf ook ervaren. Daar waren ze jaloers op. Ze waren een beetje jaloers en ze herkenden ook veel in van datgene wat zij zelf tot voor kort ook deden, jarenlang. En dat zij een beetje waren ontstegen, een beetje tegen wil en dank. Ja. Want hoeveel man stond er in die zaal? Hoe groot was dat toen? Dat was een soort bijgebouw van een hotel. Hoe groot? Ik ben er heel lang uit geweest, maar ik denk een paar honderd mensen, maar wel ongeveer drie keer zoveel als we in konden. Ja, dat toen al wel, want de Stones hadden toen een lokale bekendheid die aan het exploderen was. En hoeveel verdienden ze, om even de situatie te schetsen? Wat ze verdienden, dat zal niet. Dat mocht toen nog geen naam hebben. Gratis bier en een paar pond per persoon. Ja, maar goed, die Beatles die stonden daar en die waren eigenlijk jaloers. Hebben ze elkaar na afloop gesproken van dat concert? Ja, ze begonnen al tijdens de pauze van de Stones optreden aan de bar met elkaar te praten. De Beatles hadden ook wel een beetje gehoord van de Rolling Stones. Want er was al tot in Liverpool was al een beetje bekend dat daar in Londen ook muzikale dingen aan de hand waren. Dus ze waren geïnteresseerd. Ze raakten met elkaar in gesprek en een beetje tot verbijstering van de Rolling Stones. Ze bleven ook tot na afloop en ze gingen zelfs met de Beatles mee naar het pand in Chelsea waar Mick Jagger en Keith Richards en Brian Jones toen samen woonden. Dus tot diep in de nacht is die ontmoeting voortgezet. En dat was wel leuk. Ze vonden het een leuke ontmoeting. Ze vonden het een heel erg leuke ontmoeting. En het was ook echt het begin van een vriendschap die nooit meer over is gegaan. En de Beatles en de Stones, zijn die altijd vriend met elkaar gebleven? Ja, ze zijn altijd bevriend gebleven. Paul McCartney heeft het laatste keer omschreven als een Mutual Admiration Society. Mm-hmm. Ja, dat ze alleen maar veel bewondering en respect voor elkaar hadden. Dat, terwijl het beeld in de media en ook een beetje bij de fans was het een van een hele grote rivaliteit. En misschien ook wel animositeit. Nou, dat laatste was er eigenlijk helemaal niet. Rivaliteit die was er tot op zekere hoogte, maar een soort collegiale rivaliteit van mensen die elkaar zeer hoog hadden zitten. Nou ja, het is natuurlijk zo dat die Beatles hadden altijd een veel, veel netter imago. Je hebt zelf al gezegd dat was heel bewust aangebracht en die Stones. En ook een strijd met de realiteit. Ja. We gaan even naar een fragment luisteren van Love Me Do, want praten is leuk, maar muziek. Het was typerend voor wat de Beatles toen gingen gaan doen. Wat de Beatles tot dan toe hadden gedaan, al vele jaren lang, want ze waren al ontzettend lang bezig. Wat ook een heel belangrijk element is in het verhaal van de Beatles. Ze waren gewend om altijd traditioneel rock and roll te spelen. Dus wat ze hoorden vanuit Amerika, gewoon Elvis nadoen en Little Richard. Dat was tamelijk luidruchtige, maar ook tamelijk simpele muziek. Maar wat ze ook al die tijd, al die jaren al waren gaan doen. En daar schuilt eigenlijk het bijzondere in van vooral
John Lennon en Paul McCartney, was hun eigen nummers schrijven. En dat was toch een heel andere stijl, wat je net hoorde, Love Me Do. Ja, dat is een vorm van popmuziek die veel ingetogener is. Er zitten wel een beetje blues effecten in, maar het is ook heel melodieus. Mondharmonica, heel woorden, subtiel. Ja. En helemaal van hunzelf en helemaal nieuw. Als je nou terugkijkt op al die jaren, dan zou je in 1964 gedacht hebben dat de Beatles de Forever. Dat zijn, althans dat dachten we allemaal, redelijk oppassende, brave types. En die Rolling Stones, dat kan niet lang duren. En kijk, we zitten in 2012 en welke band bestaat nog? Maar los van dat de twee Beatles overleden zijn. Ja, de Rolling Stones... Dat heb je erbij gedacht, toch? Ik geloof dat ze allemaal toen dachten van het zal waarschijnlijk boven een half jaar afgelopen zijn. Dat blijkt uit alle herinneringen uit die tijd dat ze helemaal niet erin geloofden dat het nog lang zou duren. Want dat was ook nog nooit eerder vertoond. Het traditionele patroon was dat je als rock- of popartiest, dat je had een paar hits en dan was het afgelopen. En dan ging je in cafés en circus optreden of bij variétéprogramma's. Dat de Rolling Stones nu nog steeds bestaan, ja, dat heeft er gewoon mee te maken dat zij als band een ander soort groep vormen dan de Beatles. De Rolling Stones zijn een groep met een hele duidelijke leider. Mick Jagger. Dat hebben de Beatles nooit gehad. Mick Jagger is onbetwist leider van de Rolling Stones. Hij is ook de enige, kun je zeggen, van de Rolling Stones met een echte hele sterke persoonlijkheid. Een zakelijke leidersfiguur. Ook een zakelijk talent. En er was eigenlijk nooit veel twijfel over binnen die groep van hoe het moest lopen en welke kansen uitgingen en wie dat bepaalde. Terwijl de Beatles, nou, dat waren tenminste drie van de vier zeer eigenzinnige individuen, individueel ook zeer bijzonder en getalenteerd op een manier die toch afwijkt van wat je bij de Rolling Stones ziet. En dat kon op termijn niet samen gaan. Het waren te veel grote ego's en niet alleen dat, maar vooral ook te veel grote talenten in het keurslijf van een samenwerking die geen stand kon hebben. Geen Yoko Ono heeft toegevoegd. Daar kwam natuurlijk een heleboel bij kijken, maar het feit dat John Lennon in zee ging met iemand als Yoko Ono, dat zegt ook iets over het soort persoon wat hij was. Dat had Mick Jagger nooit gedaan. Wat ik interessant vond, was dat jij beschrijft dat die Beatles, wij kijken nu erop neer, op terug, Beatles, vrij netjes, Rolling Stones, ruw. Maar de Stones kwamen veel meer uit een hogere klasse van de maatschappij en de Beatles juist uit de working class. Nou, dat is niet helemaal waar. Dat is het beeld wat later ontstaan is. Nou, de Rolling Stones en middle class, die doen alsof ze hele ruige arbeiderstypes zijn. Een beetje, ik praat ook altijd cockney op het podium. Wat die, maar ik kwam uit een keurig milieu. Absoluut. En dat gold ook voor Brian Jones. Maar de andere drie van de vijf oorspronkelijke Rolling Stones kwamen wel degelijk uit een working class. Maar de Beatles kwamen juist wel weer uit de working class. Terwijl die met uitzondering van John Lennon, een keurige villa is opgegroeid bij zijn welgestelde tante. Dus dat ligt ingewikkelder. Het is de bands, en dat probeer ik ook in het boek goed uit te leggen. Ja. Beide bands zijn een mix van wat je toen kon noemen upper working class of working class en middle class. Maar daarin school ook weer een beetje het bijzondere van zowel de Beatles als de Rolling Stones. Want ook dat was nieuw voor die tijd. Engeland was toen nog een echte klassemaatschappij. En dat vier of vijf jongens uit zulke sociale verschillende achtergronden samen iets gaan doen, dat was nieuw. En daarin liepen ze ook voorop. En daarin herken je, vind ik zelf ook weer, hoe bijzonder ze waren ten opzichte van de rest. En nog even de Stones. Ja. Hele andere koekenopname uit 1973, hè? Ja. Daar was je bij? Nee, ik was niet bij. Gezet in Brussel. Wel legendarisch. Ja? Ook de opname daarvan.
Nooit, wel nooit officieel uitgebracht, maar wel zo half bootlegachtig overal te krijgen. Hey, maar was dit verhaal nog nooit verteld eigenlijk? Moet hier een Nederlandse meneer... Dat heb ik mezelf ook natuurlijk heel vaak afgevraagd. Ja. En, ik ben zelf een groot liefhebber van oorspronkelijk vooral de Rolling Stones, maar ook wel de Beatles, maar meer van de Rolling Stones, maar ook van de Beatles. Dan lees je daar veel over. Er zijn over beide bands heel veel boeken geschreven, echt letterlijk honderden. Nou, daarvan is misschien 10% echt goed, maar daar praat je nog steeds over tientallen, dus er is ontzettend veel over bekend. En ik heb dat zo in de loop der jaren graag tot mij genomen. En langzamerhand het idee gekregen van, nou, het is heel erg leuk om het verhaal te lezen van de Beatles en het verhaal van de Rolling Stones. Maar dat lees je altijd separaat. En het zou toch ook leuk zijn om eens een keer het gezamenlijke verhaal te lezen om te beginnen. Dus ik ben er ook lang van uitgegaan dat dat wel een keertje geschreven zou zijn in Engeland of de Verenigde Staten. Want er zijn zoveel mensen die daar boeken schrijven over dit onderwerp. Maar dat was niet zo. Het was niet zo, maar ik heb ook lang geduld gehad en gedacht van, nou, het komt wel een keertje. Maar ja, het kwam niet. Dus dan doe ik het zelf wel. Exact. Goed. Dan moet ik het zelf was je best je Beatles of Stones? Ik was meer van de Beatles. Ja, ik ook. Ik was meer van de Beatles, dat is eigenlijk, daar ben ik gestopt. Maar wilden jullie dan ook betekenen dat jullie niet van de Rolling Stones? Nee, dat betekent niet. Het is ook altijd zo, je was of van dat, of van dat. Van maar dat bestrijd ik ook in mijn boek. Nee, dat is onzin. Ik ben het helemaal met je eens, want ik twijfel er nog even, want ik was ook dol op de Stones. Ik ben zelfs nog wel naar een concert van zo'n. Wie niet? Ja, precies, want ze doen het en ik kan er nog steeds heen. Goed. Gimme Shelter was dat trouwens, hè, dat laatste nummer. Het boek is er dus nu. Het heet John, Paul, Keith en Mick, The Beatles and the Stones, samen in één verhaal. Uitgegeven door Nieuw Amsterdam en vanaf vandaag te koop. Dankjewel, Flip Vuijsje. Goedemiddag.